Tenemos a la gran Ena Atia, psicólogo y psicoterapista holandés Joop Choy, a dar un taller de trabajo en una diferente fundación y experto en el sector social aquí en Aruba. Tabata dos días intensivo y con hope información y tips nan con experto nan del mundo social a recibir riba dos terrenos específicos. Meldingen bijvoorbeeld bij de kindermishandeling neemt toe. Om u een voorbeeld te geven, is in Nederland zijn die meldingen van in 2005 waren het er 40.000 en nu zijn het er 70.000. Dus er wordt veel meer gemeld. En wat je ook ziet eigenlijk is dat een aantal van die huiselijk geweldsituaties voortkomen uit in gebroken gezinnen. Waarin bijvoorbeeld de vader niet kan accepteren dat zijn ex-vrouw een nieuwe man in huis gehaald heeft, die ook als vader voor zijn kinderen gaat spelen. Maar omgekeerd komt ook voor dat vrouwen niet kunnen accepteren dat een meneer het gezin verlaten heeft en dan gewelddadig wordt tegen de kinderen. Juist ook om meneer te laten zien wat hij haar en zijn kinderen heeft aangericht. Dus zijn in die complexe situaties zie je dat mensen meer hun toevlucht nemen tot het uiten van geweld. Dat is misschien ook niet zo verwonderlijk, omdat je dat eigenlijk ook in de hele maatschappij ziet natuurlijk. En de maatschappij als zodanig is gewelddadiger geworden, althans in Nederland. Pa e mucha, siempre la situación está difícil. Pero si es mama afectada por aceptar la situación y mira la tarea como mayor y no solamente en el mes, la situación está más mejor y fácil. Pa e mucha. Er zijn maar weinig ouders die echt luisteren naar hun kinderen. En als ik als 14-jarige zoon tegen mijn vader zeg van, pa, ik zou willen dat jij nou eens wat aardiger over mijn moeder praat en je belast mij daarmee als je dat niet doet en kun je niet zus en zo doen, ja, dan willen roepen ouders zo vaak van hou je mond en dat bepaal ik zelf wel. Dus de kunst blijft eigenlijk altijd voor elke hulpverlener, hoe kunnen wij gezinnen, ouders motiveren om te onderkennen dat zoals ze het nu doen niet goed gaat. Hoe kunnen we ze voor hulp motiveren? In realiteit ta, kunt die mama bon en mama minus bon. En die tata bon en tata minus bon tambi. En tarea fuerte ta pa e instancia kunt trata in cualquier caso de familia, Mr. Midi y hace un bon investigación pa bienestar die mucha. In de regel, men denkt dat de kinderen maar het beste bij de moeder kunnen gaan wonen. En vaak gebeurt het ook. In 80% van de gevallen in Nederland blijven de kinderen bij de moeder wonen. Steeds meer zien we wel dat co-parenting optreedt. Hè? Dus dat eigenlijk kinderen zowel door de vader als door de moeder worden opgevoed. Co-ouderschap is alleen maar goed voor kinderen als de ouders goed on speaking terms zijn. Dus dat ze als het ware als collega's de verantwoordelijkheid nemen om samen de kinderen op te voeden. Dan kunnen ze ook samen overleggen en dan zijn ze niet meer in een strijdrelatie. Dan kunnen ze constructief overleggen. Wat je nu vaak ziet, en daar doelt u ook op, is dat als er strijd is, dan kan een moeder soms misbruik maken van haar positie. Een moeder kan dan zeggen, ja, vader slaat de kinderen als ze bij hem op bezoek zijn. Vader misbruikt de kinderen als ze bij hem op bezoek zijn. Kortom, moeder kan eigenlijk boze taal ontwikkelen en wordt dan vaak wel geloofd. En dus in die zin zijn nog steeds moeders wat meer in het voordeel, worden ze wat meer in bescherming genomen door organisaties dan vaders. Maar dat neemt af omdat we steeds meer ook zicht krijgen op de rol die moeders spelen. En dus bijvoorbeeld weten we bij huiselijk geweld dat ook vrouwen heel gewelddadig kunnen zijn ten opzichte van mannen. En voorheen dachten we altijd dat het alleen de mannen waren die vrouwen mishandelen. Maar als je kijkt naar psychologische mishandelingen, dan kunnen vrouwen ook best er wat van. Dus in die zin zijn ze meer gelijkwaardig. En naarmate die emancipatie toeneemt, zul je dat op den duur ook gaan zien natuurlijk in de opvoeding. Pa ATV kanaal G5, Amita Farah Bukhout. Tipo de caso na asina investigación di maatschappelijk werk, dat is importante pa asina ayuda y mayor na hazi miho pa bienestar di nan propio yu. Tambe, meneer Joop Choy te espera. Cada un participante usa tu sangre y la duna de práctica.